Op 5 juli 2022 lanceerde de Europese Commissie de nieuwe Europese Innovatieagenda. De agenda wil de ontwikkeling en opschaling van innovatie in de hele Unie versnellen door een samenhangende reeks maatregelen. Met deze agenda wil de Commissie van Europa het centrum voor start-ups en deep tech innovatie maken. Daarnaast willen ze ook een pan-Europees innovatie-ecosysteem uitbouwen waarin bedrijven veel makkelijker over de grenzen heen kunnen uitbreiden. Door het voortouw te nemen in innovatie wil Europa de digitale en groene transitie versnellen, maar ook minder afhankelijk worden van andere landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China. De Europese innovatieagenda is opgebouwd uit 5 vlaggenschipinitiatieven met daaronder 25 specifieke acties. De vlaggenschipinitiatieven zijn ten eerste de toegang tot financiering voor start-ups en scale-ups verbeteren. Ten tweede moeten de regelgevingsvoorwaarden voor innoverende bedrijven verbeteren, zodat ze makkelijker kunnen experimenteren met hun innovaties. Ten derde de versnelling en versterking van innovatie in Europese innovatie-ecosystemen. Ten vierde wil de Europese Commissie talent op het gebied van deep tech stimuleren, aantrekken en behouden. En tot slot willen ze ook nationale overheden helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatievriendelijk overheidsbeleid. De nieuwe Europese innovatieagenda wil ervoor zorgen dat lidstaten wetgeving aannemen die het voor bedrijven makkelijker maakt om te experimenteren en te innoveren. De Europese Commissie wil hen daarin technisch bijstaan via het Next Generation EU herstelplan. Daarnaast wil de Europese Commissie regionale innovatievalleien oprichten. De bedoeling hiervan is om regio's met een lage innovatiegraad te verbinden met regio's die uitblinken en echt gespecialiseerd zijn in innovatie. Deze innovatievalleien gaan zich vooral richten op de voornaamste Europese uitdagingen, zoals het verder afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, mondiale voedselzekerheid, circulaire economie, het verbeteren van de gezondheidszorg en de digitale transformatie en cybersecurity. De financiering hiervoor bedraagt 100 miljoen euro vanuit Horizon Europe en 70 miljoen euro vanuit EFRO. Er zullen oproepen worden gelanceerd waarbij minder innovatieve en meer innovatieve regio's samen een kandidatuur kunnen indienen als partners om erkend te worden als regionale innovatievallei. Europa wil zijn centrale rol in het vormgeven van de digitale en groene transitie versterken met deze Europese innovatieagenda. Daarom willen ze specifiek leiderschap opnemen in deep tech innovatie, waarvoor baanbrekend onderzoek en ontwikkeling nodig is, maar ook grote investeringen. De Europese Commissie redeneert dat investeringen in deep tech innovatie ervoor zullen zorgen dat er innovatieve oplossingen komen voor dringende uitdagingen zoals de klimaatverandering en cybersecurity. Die innovaties zullen zich dan ook verder verspreiden naar andere sectoren zoals bijvoorbeeld landbouwtechnologie, hernieuwbare energie, mobiliteit, de bouwsector en de gezondheidszorg. Op die manier kan het ook een impact hebben op voedselzekerheid, het verminderen van energieafhankelijkheid, betere gezondheid en een competitieve economie. Wil je meer weten over de Europese innovatieagenda? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op.